Kiel. Ja, ik zit te wachten. We zijn live. Zijn we live? Yes. Nog niet in mijn beeld. Welkom allemaal. Aflevering 20 van Brits TV De Basis. Ik zie een vol scherm voor me met een aantal frisse nieuwe hoofden. Nieuw in ieder geval voor de kijkers van Brits TV en voor ons. Ik geef eerst even heel kort het woord aan Jan Bosman. Jan, je hebt vorige week de kijkersvraag ingestuurd. Vertel even, hoe lang Brits je al? Ja, dat was even terugrekenen. 15 jaar. Dus dat is ietsjes langer dan voor een beginnend Britsje. Je weet dat als nadeel heeft dat vandaag iedereen extra scherp op jou zit te letten. Want bij twijfel wordt jouw antwoord gekopieerd. Ja. Er ligt een grote druk op jouw schouders. Ja. Nee, dat drukt zwaar, maar ik doe mijn best en ik leer ook. Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Annette, jij bent via Ruurt binnengekomen. Via Ruurt als ex-leerling van een van Ruurt's cursussen. Hoe lang speel jij al? Even geluid aan. Je staat nog op mute, Annette. Sorry. Jaartje of 3, 4, zoiets. Oké. Maar goed, daar is natuurlijk ook meer dan één van weggevallen door de lockdown. Dus wat dat betreft ben je waarschijnlijk ook nog vooraan in de Brits carrière. Dat geldt ook voor Claudia. Je staat ook nog op mute. Hoe lang ben jij al bezig? Ik ben ongeveer 1,5 jaar bezig. Ah, jouw cursus is afgebroken door de lockdown? Of? Ja en nee, in die zin dat ik sinds kort heb ik de vervolgcursus afgerond, online. Ja. En nu ben ik in een toekomstlijn, hè, speel ik dan, tweedejaars. Ja. Ja. Oké. Okay, bij Ruurt, ja. Oké, okay, nou, hartstikke mooi. Gaan we beginnen aan het inhoudelijke stuk. Vandaag het controlebot. Wat is een controlebot? Een controlebot dat is een bot in een nieuwe kleur onder de manche, maar nadat wij onze fit hebben vastgesteld. Dus we weten al welke kleur we in gaan spelen en toch gaan we een nieuwe kleur bieden. Ruud gaat zo meteen uitleggen hoe dat precies gaat. Ik zeg al wel dat we de controlebiedingen aangeven van onderaf. En wat is het doel van een controlebieding? We voorkomen dat de tegenpartij aasheer in een kleur kan oprapen. We moeten die kleur namelijk controleren en dat doen we door middel van die controlebiedingen. Ik geef een voorbeeld. Partner open te schoppen. Jij biedt 2 klaveren. Partner biedt 2 ruiten. 5 schoppers, 4 ruiters. Jij biedt nu met sprong 3 schoppen. Dat is manche forcing met een sprong. En je had ook 4 schoppen kunnen bieden, dan was het voorbij geweest, maar je hebt kennelijk slam interesse. Nu is partner aan de beurt. Als partner nu 4 klaver biedt, dan zegt hij, ik heb of de aas, of de koning, of een singleton, of een renons in klaver. Dus de tegenpartij kan niet beginnen met 2 klaverslagen. Zegt partner 4 ruiten, dan zegt hij hetzelfde over ruiten, maar dan zegt hij ook dat het klaverkleurtje misschien lek is. Ruud, neem jij het over? Ja, graag. We zullen wat voorbeelden geven, Geon, zodat het wat duidelijk gaat worden. Ik ga jullie iedere keer vragen, ook voor de nieuwe panelleden, wat je bot is. Dus stel je voor, je hebt deze hand, het zijn 19 punten en je mag openen. Wat zou je willen openen? Nou, laat me zien. Ik denk dat het een makkie is. Ja, 1 klaver. Helemaal goed. Even de nieuwe panelleden even lekker erin laten komen. Natuurlijk, 1 klaver. We kunnen aan Mark vragen altijd wat mijn partner nu gaat bieden. Want dat is... Een hart, hè, Mark? Ja, ik moest even mijn knopje vinden. Oké. Hart, want die heb ik niet. Die heb je niet, dus die biedt mijn partner altijd. Zo is mijn partner. En nu ben jij weer. Zeg maar wat je biedt. Laat me zien in de camera. Nou, laat me zien. Ja, ik zie nou 2 schoppen en 1 schoppen. Ik vind het prima. 2 schoppen is reverse. Dat kan, hè? Dat is unbalanced. Dat is
munchforcing. En vraagpartner verder zijn kaarten omschrijven. Dus dat kan. 1 schoppen mag voor mij ook hoor. Maar ik vind 2 schoppen niet zo gek. Ook al doe je 1 schoppen. In beide gevallen zegt mijn partner 3 schoppen. En jij bent. Dus ook al had je 1 schoppen gezegd, dan heeft partner nog steeds, zou partner nog steeds 3 schoppen zeggen. Wat is nu je bot? Nou, laat maar zien. Mark, waarom bied jij 4 klaveren? Wat is de reden van het 4 klaveren bieden? Dat ik controle heb in klaveren, dat is de eerstvolgende kleur na schoppen. Ja, oké. Okay. Nou, dus ik heb aas koning. Ja, dat is lekker, hè? Dat is heel lekker, ja. Oké, okay, je biedt 4 klaveren, mijn partner biedt 4 harten. Jij bent. Laat me zien in de camera. Nou, laat me zien. Ja, Annette, ik zou niet passen, want dan moet je 4 harten spelen. Hè? En er is al een fit. Er is namelijk al een schoppenfit. En wat hier nu gebeurd is, dit is het grote voordeel van controlebiedingen. Op dit moment, na 2 schoppen, 3 schoppen, staat de schoppenkleur 100% vast. Nu weten we 100% zeker, we gaan schoppen spelen. Maar er kan 1 heel groot probleem zijn. Het kan zo zijn dat mijn partner niet de aas of de heer in schoppen heeft, of in ruiten heeft. Mijn partner kan bijvoorbeeld zoiets hebben in ruiten. Dus dan heeft hij de vrouw, de boer en de 3. En dan moet je niet doorgaan. Dan moet je niet naar 6 toe gaan. Dat is onverstandig. Ben je gewoon down. Dus hier heb je het grote voordeel van controlebiedingen. Van op het moment dat jij dus een kleur biedt op 4 niveau nadat een fit is vastgesteld. Want dat is wel heel belangrijk om te weten. Nadat een fit is vastgesteld, in dit geval is de schoppenfit vastgesteld, dan is het ieder bot hoger, vaak op 4 niveau, is een controlebot. En een controle betekent, en wat is een controle? Bijvoorbeeld als je dit in ruiten hebt, je hebt ruiten 7 alleen, dan is dat een controle. Want dan kan de tegenpartij niet ruiten aas en ruiten heer achter elkaar meenemen als schoppen troef is. Wat Mark goed zei, is dat aas heer vrouw, ja, dat is een hele mooie controle. Dat zijn zelfs, ja, dat is, nu kunnen ze helemaal niks. En een harten kunnen ze op dit moment om 2 redenen niks. Ze kunnen geen 1 slag meenemen, want de eerste is voor mij en de volgende kan ik troeven. Voor de technici onder ons, dit noemen ze een eerste controle. Ik controleer meteen de eerste kleur, de eerste slag die controleer. Op het moment, dit is dus heel vaak op het moment dat je nog niet eens precies genoeg punten hebt. Maar dat je unbalanced met een fit bent. Dat het zo zou kunnen zijn dat het een manche is. Als je met balanced kaarten, is het bieden eigenlijk heel anders. Dus stel je voor, jij hebt... even kijken. Stel je voor, je hebt zoiets... En mijn partner die opent 2 sans. Jij bent. Iets minder punten. Uit. Mijn partner opent 2 sans. Jij bent. Wel met wat weinig punten. Mijn partner opent 2 sans, Jan. Oh, sorry. Ja. Ja, ja. Nee, duidelijk. Sorry. Dat geeft niks. Hier pas, en dan ben jij. 15 punten. 15 punten met 3 schoppers, 3 hartes.
4 ruiters en 3 kleuters. Nou, laat me zien. Mark, wat doe jij? 4 sans. Erik, wat is jouw bot? 4 klaar. Oké, wat is er nu aan de hand? Nu, mijn partner heeft 20, 21, 22 punten. Jij hebt er 15. We hebben dus samen 35. Het is echt theoretisch onmogelijk dat er een aas of een heer weg is. En een heer weg is. Dat kan helemaal niet. Met dit soort biedingen, dat is eigenlijk is het heel erg saai. Dus ik ben blij dat jullie er heel lang over nadenken. Maar het is eigenlijk heel saai. Je telt je aantal punten en als dat boven de 33 is, dan bied je gewoon slam. Dat is het idee. Hier heb je ook niet, is ook geen sprake van een fit of wat dan ook. Dit is gewoon het aantal punten tellen en dan kijken of je er 33 of meer hebt en dan bied je slam. Op het moment dat je unbalanced bent, dan wordt het veel belangrijker. En daar begon ik net mee. Als je een unbalanced kaart hebt, dan wordt het veel belangrijker waar de plaatjes zitten. Dus nou, stel je voor, je hebt het zijn wel lekkere kaartjes hoor. Maar stel je voor, je hebt 5 schoppers en je hebt 5 klaveres. En je zou mogen openen. Het lijkt een beetje op de... Op de kijkersvraag van Jan de vorige keer. Wat je met zo'n kaart zou openen. Dus ik neem aan dat Jan het goed gaat doen. Even de druk opvoeren bij Jan. Hè? Nou, laat maar zien. Ja, ik zou 1 schoppen openen. Ik vind het te gek om hier 2 klaver mee te openen. Ik zou 1 schop openen. Dit wordt eigenlijk nooit uitgepast. Hoef je eigenlijk nooit zo bang voor te zijn. Nou. Stel je voor, mijn maat opent, of mijn maat biedt nu 3 schoppen. En dan ben jij weer. Ja, 3 schoppen betekent 10 of 11 punten. Hij heeft in ieder geval 4 schoppers. Nou, laat maar zien. Ja, hij biedt. Je biedt 4 klaveren. Dat kan. 4 klaveren. En hij biedt 4 ruiten. Jij bent. Nou, laat me zien. Kijk, zo ken ik Claudia weer. Lekker hoog in een keer. Oké, ik had zelf 4 sans geboden. Nou, ik ga het je dadelijk laten zien. Ik ga je dadelijk laten zien waarom dat is. Nou, stel je voor, je biedt 4 sans. We gaan eerst even verder bieden met 4 sans. We gaan daarna even de rest bekijken. En hij biedt 5 harten. Jij bent. 5 harten betekent, ik heb 2 azen. Nou, laat maar zien wat je zou bieden. Is er nog iemand? In ieder geval dit. Ik zat ook nog even met heren vragen, omdat het wel een hele mooie lange kaart is te klaveren. Oké, doe eens een gok, Jan, wat hij in de hand heeft. Je mag thuis ook meedoen. Gewoon gok eens een beetje wat voor kaart hij gemiddeld heeft. Hij heeft 3 schoppen geboden, Jan. Dus hoeveel schoppen heeft hij? Hij heeft er in ieder geval... Ja, laten we uitgaan van 4. Ja. Hij heeft ook 2 azen. Welke azen zijn dat, Jan? Ja, harten en ruiten. Harten en ruiten. En hij heeft een punt of 10, 11, hè? Ja, daar ben je ook wel, een beetje klaar. Ja, dat weet ik niet, maar... Oké, okay, ik pak 10 punten. En ik geef hem echt ook nog een behoorlijk slechte kaart. Want wat is de meest slechte kaart die er kan? Dat is denk ik
een 4-4-3-2 of een 4-3-3-3. Ben je daarmee eens, Jan? Dat is een beetje de meest balanced kaart. Mm-hmm. Dus stel je voor, hij heeft deze kaart. Even kijken. Nou, dit zijn 10 punten. Hij heeft 2 boeren en die 2 azen die hij verteld heeft. En dan mag jij mij vertellen hoeveel slagen die gaat maken. Dus we maken nu 5 schoppenslagen. Ja, 5 klaver. 5 klaveren, met die boer erbij is wel lekker. We maken 10-2 azen. Dat zijn er 12. Is er mogelijkheid tot het maken van een 13e slag? Met de klaver. Even kijken. Oh, dat is een 4. Dat is een 5 kaart, hè? Ja, dat is een 5 kaart, ja. Ja, dan kun je de 2 harten op weg doen. Ja, ik zou 2 ruiten weg doen. Want die harten, die kun je in de hand hoeven. Oh, nee, die hoef je in de hand. Ja, ja. Ja, zien jullie dat, jongens? Ook thuis? Kijk maar eens. Op het moment dat je nu troeven trekt, stel je voor, ze zitten 3-1 of ze zitten 2-2 of iets dergelijks. Dat betekent het daarna dat ik de troeven heb getrokken. Daarna speel ik alle klaveren. Daar kunnen 2 ruiters op weg. En dan heb ik alles hoog. Je kunt ook van deze hand uitkijken. Kijk maar eens vanuit de hand die ik nu in de hand heb. Als je daar het aantal verliezen stelt, dan kan ik die 2 hartes, die kan ik troeven, en die 2 ruiters, die kan ik op die klaveren weggooien. Dan is het misschien nog makkelijker te zien. Dus met de meest slechtste kaart die er is. Echt waar, dat is de meest slechte kaart, Jan. Slechter krijg ik ze niet voor 10, 11 punten. Met de meest slechte kaart is het alsnog 7 schoppen. Maar hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat ik met 28 punten zelfs 7 schoppen maak? Dat komt omdat ik unbalanced ben. En unbalanced met een fit, dan kun je de hele wereld aan. Albert, mag ik wat vragen? Want die controlebedingen, dat is dus nieuw voor mij. Maar wat betekent dan daar 4 ruiten? Je had 3 schoppen, 4 ruiten. Wat betekent dat? Het betekent dat hij in de hand heeft, of, ik zal het met deze kaart laten zien, of zoiets, ruiten aas. Oh, eentje. Ja. Hij heeft er eentje. Dan controleert hij hem ook. Kijk maar. Want dan speelt de tegenpartij ruiten aas. En daarna ruiten heer. En die kun je dan troeven. Dus ja. Hij controleert de kleur. En wanneer controleer je nou de kleur, Claudia? Op welk moment? Controleer je nu de ruitenkleur als je ruiten 8-7 hebt? Nee. Nee, nu, en jij ook niet, want jij hebt de 5 en de 4. Ja. Dus nu kan de tegenpartij ruiter aas heer pakken. Oké, okay. Dus een controle betekent niet altijd dat je 2 hebt. Dus een A-ruiter, heer-ruiter. Maar ja, dat kan. Oh, ja. Want ik bood dus meteen 6 schoppen, omdat ik ervan uitging dat die... Mijn partner, die legde een 4 ruiten neer, dat hij dus ook 2 hoge kaarten had. De aas en de heer. Nee, dat hoeft niet. Oh, oké. Nee, dan... Claudia, vind jij heer, vrouw 8, vind je dat een controle? Ja, eigenlijk wel. Die op één verliesje. Ja. Hey, Claudia, dat is een precies. Je verliest er maximaal 1. Je hebt het perfect verwoord. Je verliest er maximaal 1 in die kleur. Dus je weet nu zeker dat je de 1 verliest, hè? Ja. Dat noemen ze de tweede controle. Ah, oké, okay, dankjewel. Zal ik er eens eerste controle van maken? Dit is eerste controle. En wat betekent dat? Dan heb je alleen de A's. Ah, ja. Eerste controle. En Claudia, dan gaan we nog verder. Wat denk jij dat... De aas, de heer en de 7 is? Ook de eerste. En de? Volledig. En de heer, dus de tweede. Ja, je hebt dan de eerste. Alles, en alles. Ja. Ja. Dus snap je wel? Sommige mensen die gaan nog zelfs door. Die zeggen eerste, tweede en derde controle in klaveren. Eerste slag, tweede slag en de derde slag in klaveren. Dus een controlebot. Het is niet meer interessant dat die kleur... dat je een lange kleur hebt, of dat je
de drie plaatjes hebt of wat dan ook. Het is belangrijk dat je de kleur controleert. Dus we gaan het nog een keer doen. Stel je voor, je hebt deze kaart. Nu kom ik er meteen achter of je het snapt, Claudia. Nou, je hebt een schoppen geopend en maat zegt 3 schoppen. Jij bent. Dus je hebt een schoppen geopend daar, want van 2-5 kaarten doen we de hoogste. Je hebt nog steeds 19 punten. Ik vind de kleur wel iets minder, maar ik vind de kaart iets minder mooi dan net. Maar ik vind hem nog wel heel mooi. Laat maar eens zien. Ja, volgens mij snap je het, Claudia. Perfect. Want we hebben geen klavercontrole. Die hebben we niet. Maar we hebben wel een ruitencontrole. Dat geldt dus ook op het moment dat ik een lange kleur heb. Nog één keer testen even voor Claudia. Nou, de vraag is of je nog slim ziet zitten. Maar goed, laten we vanuit gaan dat je misschien slim ziet zitten. Je hebt deze kaart en het gaat 1 schoppen, 3 schoppen. Jij bent. Nou, laat maar zien wat je zou bieden. Jan twijfelt. Oké. Okay. Ja, ik zou in dit geval nog steeds wel 4 ruiten durven. Maar Claudia, zie je dat? Dat 4 klaveren bied ik niet, terwijl dat de lange kleur is. Want ik heb al een schoppenfit gevonden. Ik ben al blij met mijn schoppenkaart. Ik had een vraagje, Ruud. Ja. Het valt me op dat je dus geen controlebiedingen doet in de troefkleur die je hebt vastgesteld. Maar stel nou voor dat je dus allebei de aas en de heer mist. Ja. Ja, dat kan. Oké, okay, gaan we meteen proberen. Met dezelfde dat vind ik een goede vraag. Claudia is het ermee eens, Erik. Nou, dat vind ik wel fijn. Ja, dat vind je wel fijn. Ja, ja. Dan mag ze blijven. Stel je voor, mijn maat biedt 1 klaveren. Of 1 harten. Jij bent. We gaan het testen. Lekker kaartje, jongens. Hè? 19 punten en mijn partner heeft geopend. 18. Nou, laat maar zien. Ja, dit is een makkie. 1 schop. Nou. Nou, laat maar zien. Hebben we een fit, jongens? Oh, nu hoor ik van alles. En Mark, wat doe jij? Weet je het niet? Nee? Wat denk je, Mark? Zet je geluid eens aan. Wat is nou wat je denkt? Ik denk, we hebben een mooie fit. Ja, zeker. Daar hebben we die alvast vastgesteld. Ja, en dat is 3 klaver. Is dat forcing? Dat denk ik even niet. Ja, dat is forcing. Vind je dat forcing? Ja, omdat jij zo'n mooie kaart hebt, vind je dat forcing zeker. nee, ik zat nu eigenlijk meer aan een vierde kleur te denken. Dat was ik aan het twijfelen om het forcing te maken. Maar ik zit even te denken, waarom 3 klaveren? Nee, dat is niet forcing. Gewoon heb ik ook. Nee, 3 klaver kan niet, dat is niet forcing. Ik vind de optie van Jan vind ik helemaal niet zo gek om 2 ruiten. Want ik neem aan dat Jan bedoelde dat dat 4 de kleur was. Ja, ja, dat was ook mijn alternatief. Ja. Ja, ik zou zelfs nu kunnen denken dat je zelfs 4 klaver zou kunnen bieden in plaats van 3. Van, ik ga nu 3 sands voorbij. Ja, dat is echt heel erg gek dat ik 3 sands voorbij ga. En met 4 klaveren zeg ik eigenlijk van ik wil klaverslam wel onderzoeken.
Ja? Oké. Okay. Stel je voor, mijn maat die heeft ook controlebiedingen gehad. Wat denk je nou dat die zal gaan bieden? Ja, ik denk Fiat'en. Hij zal geen ruitencontrole hebben. Hij zal geen schoppencontrole hebben. Hij zal wel een hartencontrole hebben. Oké. Okay. Ja, Claudia, nu kan het moment daar zijn dat Klaver Aas hier weg is. En Klaveren Troef. Dat kan nu het geval zijn. Oké, okay, ja, dan moet je een beetje inschatten. Hoe groot acht jij die kans? Oh ja, vijf klaver is haalbaar natuurlijk. Ja, vijf klaver is makkelijk haalbaar. Nog steeds, ja. Ja. Echt een makkie. Dus dat ga ik dan bieden. En denk je niet dat het zes is? Dat het? Dat het zes klaver is. Nou, laat eens zien wat je doet. Ja, dat is moeilijk. Ik ben het wel eens met Claudia. Ik zou Azen vragen en nu kan het moment daar zijn dat ik Klaver Azen en Klaver Heer mis. En waarom bied ik nou Jan zelf geen vier schoppen? Wat denk je nou dat de reden is dat ik geen vier schoppen bied? Ja, dat klopt. Als je nu vier sans biedt, dan gaat je partner vertellen wat hij heeft aan azen. Ja. En dan kun je daaruit halen of die klaver azen, klaver heer heeft. Ja, of harte aas ook nog. Hè. En erbij, ja. Maar belangrijk, Jan, even eerst Jan. En dan gaan we daarna even naar Erik, want ik weet de vraag van Erik al. Ja. Jan, ik wil geen vier schoppen bieden, wat controle is, hè? Maar ja. Ik ga geen controle doen op het moment dat ik alle andere controles al heb. Dat vertik ik. Waarom denk je nou dat ik dat vertik? Kan het zijn dat dat een eindbod zou kunnen zijn? Nee, dat denk ik nou, niet. Nou, voor informatie aan de tegenpartij. Ja, dat denk ik dus ook. Te veel informatie... Nee. Nee, op het moment dat ik alle controles heb, dan betekent dat ik gewoon azen kan vragen. Op het moment dat ik controlebiedingen ga doen, dan ben ik eigenlijk bang voor een kleur. Dus ik zal je daar een beetje mee proberen te gaan helpen dadelijk. Dat is precies de reden om nu wel schoppen te bieden, want je hebt die klaverdekking niet. Nee, maar Mark, daar komt het nu op neer. Je kunt in troefkleur, lukt dat dus niet. Je kunt dus geen controle, dat is de antwoord op de vraag van Erik, want dat is ook de vraag die hij gaat stellen dadelijk. Je kunt geen controle doen in de troefkleur. Dat gaat niet. Nee, dat snap ik. Maar als ik nu schoppencontrole bied, dan weet hij dat we alleen de klaver nog niet weten. Nee, dat kan dus niet. Dan kan hij dus bepalen, als hij daar de dekking heeft, doet hij de zes klaver. En als hij die niet heeft, gaat hij aan zijn vraag of zo. En op het moment dat het antwoord op vier sans drie azen is... Dan weet ik weer genoeg. Ja, en als het antwoord 2 azen is, weet je dan genoeg? Het kan. Ja, dan weet ik er nog genoeg voor 6. Ja. Maar als het antwoord 1 azen is, dan ben ik mijn 5 klaverbod al voorbij. Ja, dan ben je het haasje. Dus in één van die gevallen, Erik, ben je het haasje, dat klopt. Ja, maar let op wat Jan zei, dat geldt alleen voor klaveren ten eerste. Dus daarom is het een tricky voorbeeld wat ik nu heb gekozen. Dat geldt alleen maar voor klaveren. Daar hebben sommige hele goede spelers toch oplossingen voor bedacht. Dat gaan we nu niet behandelen. Maar omdat die klaverkleur zo lastig is. Omdat die zo dicht bij vier sans zit. Want het eerste bod is die klaverkleur. Dus daarom is dat lastig. Maar ik denk belangrijker wat Jan net zei. Er zijn nu 3 cruciale kaarten op dit moment. En die 3 cruciale kaarten, dat zijn... Ja, en dat had Jan meteen door. Dat komt denk ik ook een beetje door zijn ervaring. Dat zijn harte aas, klaver aas en klaver heer. Dat zijn de cruciale kaarten voor mij. Snap je wat? Op het moment dat hij 2 van de 3 heeft, dan is het slem. Als hij de 3 van de 3 heeft, is het groot slem. En ja, Erik, als hij de 1 heeft... Dan is het 5 klaver. Dus.
Hoe groot is die kans, Erik? Help eens een beetje met me mee. Hoe groot is de kans dat hij er één van deze heeft? Erik, zet eens aan. Nou, ik weet dat die is heel erg groot, want hij heeft geopend volgens mij. Ja, hij heeft geopend, ja. Dus hij moet de punten hebben en ik heb er al 13. Dus hij 19. Dus als hij een 13 moet komen, moet hij bijna alle anderen hebben. Ja, dit kan al bijna niet. Hij kan er bijna geen 1 hebben. Dit is wel, dat, op het moment dat hij alleen maar klaver heer heeft, dan heeft hij dus harte aas en klaver aas niet. Nou, hij heeft met 4 harten had hij al een beetje aangegeven dat hij harte aas had. Maar dit lukt bijna niet. Maar het is veel belangrijker om te weten dat hij weet, op het moment dat ik nu azen vraag, dan weet hij dat het voor klaver is. Dat weet hij nu. En gaat hij deze 3, daar hebben we een cursus eerder over gehad, hè, of een British TV uitzending over RKC over gehad, gaat hij deze 3 keycards aangeven. En dat is wat ik wil horen. Dus Erik, je kunt niet in de troefkleur aangeven of je daar controle in hebt. Maar het is wel belangrijk om te realiseren dat die troefkleur, dat laten we maar eens even proberen. Die troefkleur, daar kom ik heel vaak achter via azenvragen. Nou, stel je voor, ik heb deze kaart. Kan dit? Ja. Ik mag even kijken. Ja, stel je voor, ik mag openen. Nou, ik denk dat het voor jullie allemaal een makkie is. Laat me zien wat je opent. En het labra. Ja, ik ga het geen eens vragen. En hij biedt een harte. Nou, laat me zien in de camera wat je biedt. Nou, ik zou 1 schoppen bieden. Ik vind 2 schoppen, dat vind ik meer een unbalance kaart, Mark en Jan. Maar goed, het mag voor mij ook hoor, maar ik zou 1 schoppen. Ik vind al die reverse biedingen vind ik meer munch forcing en unbalanced. Echte kanonnen van kaarten, terwijl dit gewoon een beetje een balance kaart is. Maar het mag wel hoor, dat maakt me niks uit. Hij zegt 3 schoppen. Jij bent... Nou, laat me zien. Ja, ik zou nou inderdaad 4 klaveren bieden. Maar wat is nou de reden dat ik 4 klaveren bied? Noem de reden eens op van waarom jij bang bent op het moment dat jij nu meteen azen vraagt. Stel je voor, je zou dat doen. En hij vertelt nu, ik heb 1 aas. Ik zeg niet dat het goed is, hè? Maar hij zegt 1 aas. Ja, nu weet je... Nou, eigenlijk niet zo goed welke aas dat is. Dat zal wel... Nou, stel je voor, hij heeft schoppen aas. Ja, dan heb je een heel groot probleem. Want dan heeft de tegenpartij misschien wel harte aas heer. Dat kan, hè? Dus het zit zo genuanceerd eigenlijk dat als de schoppenvrouw schoppen aas is, dan vraag je wel 4 sans. Dan vraag je wel aas heer. Nu? Nu ja. Nee, aas heer van schoppen. De vrouw wegduurt. Ja. Ja, zeker. Ja. Dus nu is het bod van 4 sans wel. Ja, maar nu vind ik wel 1 probleempje. Nu heb ik wel heel veel punten ondertussen. Oh nee, goed, 20. Ik heb het klaar. 20, okay. Ja, 20. Ja. Vooruit. Ja. En het gaat zo, klaveren, een harten, een schoppen. 3 schoppen, hij heeft er 10, 11. Ja, wat... Erik, waar ben ik nu bang voor? Nou, ik ga je sterken. Stel je voor, je doet azen vragen. En hij zegt, ik heb geen azen. Wat is nu je bod, Erik? Ja, ben ik geneigd
weg naar 5 schoppen. Ja. Ja, dat snap ik. Want waarom ben je geneigd naar 5 schoppen? Omdat ik 2 hartenverliezers heb. Maximaal. Ja, zeker. Ja, goed. Ik kon er niet zoveel aan doen, maar ik had dit in harten. Ik had hem al klaar. Oké. Okay. Hoeveel hartenverliezers heb je? 1, nu. Ja, nu wel 1. Ja. Hoe kun je daar nou achter komen? Hoe kun je nou erachter komen dat mijn ma dit heeft en niet dit? Of, sorry, dit. Ja, ja. Nou, bedenk het eens. Ja, door niet die 4 stands te bieden. Door niet die 4, dat klopt. En wat dan wel? Ja. Even kijken, waar zitten we? Ja, 4 klaver. Dat is mijn eerste controle die ik tegenkom. Wat gaat mijn partner nu zeggen? Heeft hij een ruitencontrole, Erik? Heeft hij die? Nee, die heeft hij niet. Nee. Nee. En heeft hij een hartencontrole? Die heeft hij wel. Ja, want hij had dit. Koning dus, vrouw, ja. Ik heb een hartencontrole. Welke controle is in zijn hoofd weg? In zijn kaarten weg? Van de partner? Ja. Wat denkt mijn partner nou? Welke controle er misschien niet is? Ruiten. Ruiten, ja. Hij denkt ruiten. Want ja, jij hebt de aas en de heer. Dat weet hij niet. Hij heeft geen idee. Dus hij biedt nu 4 harten. Nu weet je, Erik, dat 1 ding heel erg zeker is. Er zijn geen... Ah, dat er slam mogelijk is. Ja, zeker. Fantastisch. Nu 4 sans. Oké. Okay. Nu zegt hij. Ik heb geen hazen. Jij bent. Ik heb jullie nooit zoveel zien nadenken, Erik. Lekker. Nou, laat maar zien. Ja, dan kun je nu al 6 schoppen bieden. Want hij heeft met 3 schoppen, tenslotte heeft hij wel aangegeven van, ik heb 10-11 punten. Een tweede controle heeft hij, ja. Hij heeft een tweede controle. In de harten. Ja, in de harten. Ja. En voor de hele gevorderde onder ons, je zou zelfs 5 ruiten kunnen bieden om naar, wie weet wat 5 ruiten is? Ja, dat zou dan heren vragen. Nee. Op de 4 sans? Oh, dat is toch schoppenvrouw? Ja, wist je die nog, Erik? Ja, die wist ik nog, ja. Ja. Troefvrouw vragen. Kijk uit daarna. Dit zou troefvrouw vragen zijn. Ja. Leuk, hè? Kun je ook nog vragen of het of troefvrouw er is? En dan weet je het bijna helemaal, weet je het eigenlijk helemaal zeker. Maar het belangrijkste is, op het moment dat hij nu niet 4 harten biedt, maar hij biedt 4 schoppen. Jij bent. Nou, laat maar zien. Ja, net, fantastisch. Pas natuurlijk, want wat heeft hij niet? Hij heeft geen eerste of tweede controle in de harten. Want anders had hij die geworden. Hij ziet nu het voordeel, Erik, wat het voordeel is. Ja. Het voordeel van het bieden van 4 schoppen, van 4 klaveren, is dat je hoort of partner de aas of de heer ergens van heeft, of een 1 kaart ergens in heeft. Ja, het is het creëren van meer biedruimte, hè? Ja, gewoon nadenken, Erik, zou ik zeggen. Gewoon nadenken. Oh, is dat het? Oh. Ja, gewoon nadenken. Dus. Ruurt? Hij niet. Ja, Claudia. Nou, wat ik ook wel een beetje eng vind, is dat als je partner dus 3 schoppen doet en nou hebben we 4 klaveren gedaan. Ja.
Maar stel dat hij, dus we hebben sowieso een schoppenfit, maar dat hij allemaal vier lage schoppers heeft. Ja. Eng, hè? Ja. Goh, dat vind ik ook, hoor. Och, jongens. En als hij dit heeft... Dan gaat hij vier schoppen doen, dus? Zo van nee. Stoppen? Oh. Nee, hij kijkt naar de hartes. Als hij vier schoppen doet, heeft hij niet dit in harten. Hij heeft geen harten aasheer. Nee. Dus waar ben ik meer bang voor? Of wat denk je nou dat hij meer heeft gehad? Ik denk eerder dat hij dit heeft gehad in harten. Want hij heeft geen harte aas en geen harte heer. Ik zou eerder bang zijn dat hij dit in harte heeft in plaats van een schoppen. Maar als hij dit in harte heeft, dan betekent het bijna automatisch dat hij wel schoppers, ruiters en klaveren nog ergens iets heeft. Sterker nog, als hij dit heeft in harte, dan gaat hij dus niet vier schoppen bieden. Toch? Er is geen hartecontrole. Nee, precies. Moest hij niet vijf hartjes hebben als hij dat als eerste geboden heeft? Ja, de klaver opent en dan één harte. Annette is toch vanaf vier kaart op zoek naar. Oh ja, naar sorry. Ja. Dus, nou. De... Maar het gaat maar mij meer om, van stel dat het dus vier... Wacht even hoor, wij openen, toen was het één harte. Toen deden wij één schoppen. Hij doet drie schoppen. Ja. En dat hij dus vier lage kaarten heeft. Maar dan biedt hij dus vier harten eerst. Want hij moet eerst harten aas of harten heer aangeven. Dat moet. Hij moet ergens de punt in hebben. Hij kan niet en geen dekking hebben in harten en allemaal lage kaarten in schoppen. Dat kan niet. Er zijn geen 10 punten meer in die andere kleur. Nou, stel je voor, hij heeft wel dit in schoppen. Je hebt wel pech, Claudia. Hij heeft dit in schoppen. Mm-hmm. En jij vraagt nu azen, denk ik, hè? Ja. We gaan even Erik erbij betrekken, hoor. We vragen azen. Hij zegt, ik heb één aas. Want hij heeft harte aas. Maar hij heeft nog steeds dit in schoppen. Ja. Maar af en toe heeft hij dit in schoppen. Ja, af en toe. Maar ik had de pech. Dat was het. Jij had dit. Ja. Ja. Maar Bart heeft meestal deze kaart, hoor, ja. Ja. En Erik, hoe lossen we dit op? Hoe kunnen we nou vragen of die schop een vrouw heeft of niet? Annette, weet jij het? Weten de kijkers thuis het? Nee. Zou het zes ruiten kunnen zijn dan? Nee. Net was vijf ruiten op vijf klaar, maar dan zal het nu wel vijf harten op vijf ruiten. Ja, zeker. Ja. Misschien moeten we dat nog eens een keer uitleggen. Vijf, inderdaad. Het volgende bod. Oh. Ik weet niet of Jan dat ook heeft gehad. Het volgende bod vraagt dan: heb jij troef vrouw? En hoe zeg je dan ja? Door zes te bieden. Oké. Okay. Of door iets anders te bieden. Ja? Snap je het idee? Dus sommige mensen hebben daar iets heel slims over bedacht. Maar als jij naar troef vrouw vraagt, als jij wil weten of die dit heeft in schoppen. Ja, dan dus, dit is totaal iets anders. Daar ben ik het wel mee eens, Claudia. Dus de hele goede spelers, over een jaartje ben je ook zover, die gaan dan vragen, heb jij schoppen vrouw? En dan weet jij, dan hoef jij nooit meer bang te zijn dat jij niet hebt. Voor de mensen die RKC speelden, sommige mensen, stel je voor je hebt een iets mindere kaart, ga nu even stiekem wat veranderen. Af en toe zegt hij op vier sans. Zegt hij vijf schoppen. Even voor Mark. Weet jij nog wat vijf schoppen is op vier sans? Ja, dat zijn twee keycards en troefvrouw. Hé, hey, lekker hè? Zie je dat dit ongeveer hetzelfde is? En dit is de uitzending van RKC. Dit betekent twee keycards en troefvrouw. Maar nu hebben ze bedacht voor de antwoorden van vijf klaveren en vijf ruiten, dat het opvolgende bod ook weer naar die troefvrouwvraag die heel belangrijk aan het worden is. Okay. En dat is voor de angst van Claudia weg te nemen. Hm? Ja? Want ja, natuurlijk ben ik hier ook bang voor. Snap je het idee? Hey, we gaan even naar de
De prijsvraag. Die had, Ik nog even een kort epiloogje van wat we allemaal gezien hebben. Even een ding erbij pakken. Share screen. Dus wat zeg je met een controlebot? Je zegt dat je slim ruikt. En je zegt eigenlijk ook dat er een kleur is waarin ze de eerste twee slagen zouden kunnen oprapen. Want als dat niet zo is, dat heeft Ruud net verteld, dan kun je zelf meteen azen vragen. Maar je moet dat eerst even checken. En dat controlebot betekent dan ook dat de kleur die je biedt, dan heb je een aas, of de heer, of een singleton, of een renons. En wanneer gebruik je het controlebot? Als we de slammogelijkheden zien, maar we zijn bang voor twee snelle slagen weg in één kleur. En dat is voor slam nodig genoeg slagen, maar dus niet de eerste twee slagen weg. En dan zeggen we dat de feiten op dit moment, voordat we weten hoeveel aas we hebben, willen we ook even weten waar ze zitten. Want het ene aas kan belangrijker zijn dan het andere aas. Met name als we een slechte dubbelton hebben. De kijkersvraag. Die gaat dit keer ook over controlebiedingen. Kijk even mee, panel. Ik wil graag een antwoord van jullie op deze vraag. Thijs kan natuurlijk ook meedoen. Partner opent een klaveren. Wij hebben 19 punten. Wij zeggen 1 schoppen. Dat is onze enige vierkaart. Partner steunt ons. 2 schoppen. Dus die heeft een vierkaart schoppen ook en een minimale opening. Nou, wij hebben 19. Het is misschien slim. Wij bieden nu 4 klaveren. Controlebieding. Partner zegt 4 harten. Wat bieden we nu? Denk erover na. Ik zie 1 bieding bij Annette. Het is kennelijk een moeilijke vraag. Erik twijfelt. Nee, ik heb jou ook al. Oh. Erik doet mee met Annette. Mark en Claudia twijfelen nog. Oké, ik zie 3 keer 4 sans, 1 keer 4 schoppen. Ik vraag aan Mark, waarom 4 schoppen? Waarom ga je niet door? Waarom vraag je geen azen? We missen ruitendekking, dus daar kunnen ze er in ieder geval 2 van oprapen. Dat is precies het antwoord dat ik graag wilde horen. Partner biedt 4 harten, vertelt dus dat hij harte aas heeft of singleton of renons. Nee, niet, want die hebben we zelf. Maar hij slaat ruiten over. Ruiten aas hier weg zijn. We hebben op zich genoeg punten om meteen azen te vragen. Hè, want we zullen wel genoeg punten hebben voor slam. Maar er is een, zij het kleine, kans dat er in 1 kleur aas hier weg zijn. Sterk, Mark. Goed gedaan, Mark. Ruud, heb jij weer een voorbeeldje staan? Ja, ik heb weer een voorbeeldje staan. Ja. Ik merk toch nog dat het... Het is moeilijke materie. Oké. Ga verder. Oké. Nou, ga even vanuit de andere kant dan. Stel je voor, ik heb deze 11 punten en mijn partner opent 1 schoppen. Nou, laat me zien. Ja, ik zou 3 schoppen bieden. Ik heb 10-11 punten en ik heb een fit in de schop. Partner biedt 4 ruiten. Zullen de kijkers vragen even wat vereenvoudigen nog? Bedenk nu goed wat 4 ruiten is. Een tweede controle in ruiten, denk ik. Ja, of eerste, maar ja, dat zal wel niet, hè, want je hebt de aas. Maar nog iets belangrijkers, Erik. Nou, laat me zien wat jullie allemaal bieden. Ik zou 4 schoppen bieden. En Jan ook 4 schoppen? Annette ook? Ja. En waarom, Annette? Zet eens even je geluid aan. Waarom is nu 4 schoppen het goede bod? Ik denk omdat er geen... als die controle klaver gehad had, was die dan met klaver doorgegaan. Ja, dat is helemaal perfect. Dat is helemaal het goede antwoord. Op het moment dat hij een controle had in klaveren, had hij van onderaf aan
En snap je wat ik bedoel met vanaf onderaf aan? Dus na drie schoppen, wat is dan de eerste controle die je tegenkomt? Dat is de klavercontrole. Dus als hij nou klaver had gezegd daarnet, voor jullie allemaal, wat hadden jullie dan gedaan? Nou, laat me zien. Ja, dan bied jij vier ruiten om aan te geven dat jij een ruitencontrole hebt. Maar belangrijker, geen hartencontrole. Want ik heb net aan Jan uitgelegd, wat had je gedaan, Jan, als je ruiten en hartencontrole had gedaan, had gehad? Oh, dan had je meteen vier sans kunnen bieden. Omdat ja, had je meteen vier sans kunnen bieden. Ja, want dan heb je alle twee. Dus vier ruiten zegt, ik heb een ruitencontrole, maar ik ben ook ergens bang voor. Ja, dus waarschijnlijk is dat de harten. Nou, ja, hij zegt vier sans. Laat maar zien in de camera wat je biedt. We doen RKC, hè? Want dat is slim, hè? Hebben we de vorige keer over gehad. Ik weet niet of iedereen dat geld heeft. We gaan kijken. Nou, laat me zien. Drie klaver is wel weinig, Mark, hè? Ja, hoeveel A's hebben we, Erik? Even de tafel terug dan. Ik laat nu twee A's zien en een controle. En een vrouw. Vrouw, welke vrouw dan? Even kijken. Nee, ik laat nu twee azen zien. Ja, en de heer. En een heer. Hoeveel keycards zijn dit? Drie. Drie. En wat was drie? Oh, harten. Nee. Vijf harten? Nee. Uit je hoofd leren, Erik, vijf klaveren. 0 of 3. Oké. Even deze uit je hoofd leren. Wat zijn nu de belangrijke kaarten? Dat zijn schoppen aas, schoppen heer en ruiten aas. Dus als je troef hebt, dan kun je dus ook schoppen heer nog aangeven. En ook eventueel schoppen vrouw. Dus stel je voor, Erik, je had dit gehad. Wat was je antwoord dan nu? Zal ik je een beetje gelijk geven? Laat maar zien. Ja, dan is het antwoord 5 schoppen. En dat betekent, ik heb 2 azen en troef vrouw. Heb je hem, Erik? Ja. Oké. Nou, stel je voor... Het gaat weer... Nee, het gaat... nu hebben we... Ga de kaart iets anders maken. Misschien wel de gemeenste van vandaag. Maar ik ga het gewoon proberen. Mijn partner opent een hart, hè? Ik neem aan dat jullie allemaal drie harten zeggen of iets dergelijks. En mijn partner zegt op drie harten... Let op de gemeenste, hoor. Zegt vier klaveren. Ik zat al te wachten waar hij bleef. Ja. Kijk, ik kan Jan ook nog even dissen, dadelijk. Dat is fout, Jan. Nou, laat me zien wat jullie doen. Oké. Okay. Annette, het is heel belangrijk om nu te realiseren dat we een hartenfit hebben. Als we een fit hebben, dan is alle biedingen zijn nu controle. Dus zonder uitzondering, hè? Dus alle biedingen. Jan, welke controle heeft hij? Klavercontrole. En welke controle heeft hij niet? Oh, wacht even. Ik was wat te snel. Hij heeft geen schoppencontrole. Ja, want wat had hij gedaan als hij schoppencontrole had gehad? Had hij 3 schoppen geboden. Juist. Dit. En dit is de enige lastige. Als er 3 harten geboden is, is alles boven 3 harten een controle. Ja. Dus nu is 3 schoppen. Ik heb een controle in schoppen. En 4 klaveren is inderdaad. Ik heb een controle in klaveren. Maar ik heb er geen in schoppen. Want dat was de eerste die hij tegenkwam. Dus het goede antwoord was nu 4 harten. Wij missen een controle. En sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, nu weet de tegenpartij het ook. Ja, dat is waar. Ja.
Maar het is belangrijk, hè? De tegenpartij ziet wel dat hij schoppen aas heer heeft, hoor, vaak. Ik moet juist niet 6 bieden. Ik moet juist 4 bieden. Dus ik moet het gaan verklappen wat ik zelf in de hand heb. Kun je nog even uitleggen waarom dit eigenlijk alleen bij harten zo is? Als we nou met ruiten hadden op, waarom is 3 harten dan niet een hartendekking? Want dat is dan weer niet, nooit zo. Ja. Dat is wel een hele goede vraag. Ja. Ik ga het even zonder kaarten doen, Mark. Dus stel je voor, het gaat 1 schoppen en hij zegt 3 schoppen. Alle biedingen nu zijn boven 3 schoppen. Dus alle biedingen forceren mij naar 4 schoppen. Ben je het mee eens? Ja. 4 klaveren forceert mij naar 4 schoppen. Ja. 4 ruiten forceert mij naar 4 schoppen. Dus al dit soort biedingen zijn... Ja, ik kan namelijk ook zelf gewoon 4 schoppen bieden. Al dit soort biedingen zijn dus pogingen voor slam. Ja. Ben je het mee eens? Ja, ik voel hem volgens mij al aankomen. Ja. Nu gaan we even... Behalve dan 4 schoppen. Ja, 4 schoppen is geen poging voor slam, nee. Dat is eindbod gelijk, ja. Ja, dan... Dit betekent, ik wil graag 4 schoppen spelen. Ja. Dit betekent, ik wil ook graag 4 schoppen spelen, maar misschien wil ik 6 schoppen spelen. Maar, Mark, ik heb geen... Welke controle heb ik nu niet? Klaver. Oké. Nu gaan we naar de harten toe. Nu open ik de harten. Nu zijn er, op dit moment zijn er wederom 3 mogelijkheden tot het bieden van controle. Zeg ze maar, Mark. Ja, 3 schoppen, 4 klaveren, 4 ruiten. Ja, die verdringen mij allemaal naar 4 harten. Die forceren mij naar 4 harten. Ja. Dus dit zijn controles om naar slam te gaan. En echt waar, iedereen lukt het op het moment dat wij gewoon alle controles hebben. En wij hebben heel veel punten en we kunnen gewoon azen vragen. Dit lukt iedereen. Ik zie een Havinga-conversie okay. Komen. Wat is die dan? Waarbij ik ook salsa toebiedingen ga invoeren voor controles. Waarbij bijvoorbeeld de combinatie van de lage kleuren 4 sans is. Ja. Oh, leuk. Ja. Dat hebben ze allemaal al bedacht, Erik. Maar dat komt over een tijdje. Oké. Ja? Jammer. Ik ga toch nog even verder met Mark als laatste. Nou, stel je voor, het bieden gaat zo. Wat vind je nu de controles voor naar schoppenslam te gaan? Noem ze eens. Ja, ook gewoon 4 klaver. Ja. 4 ruiten. Ja, en hoger, ja. Ja, dus als jij de laagste biedt, een klaver betekent ik heb een klavercontrole, maar als jij ruiten biedt, betekent dat je die niet hebt, hè? Ja. Dat is belangrijk. Dus je biedt ze vanaf onderaf aan. En nou hebben, en daar kunnen we het misschien in de toekomst nog een keer over hebben, op het moment dat jij... Je hebt ze natuurlijk ook nog op 3 niveau. Ja, nu heb ik inderdaad, precies. Nu heb ik nog een setje over. Ja. Ik heb dit setje over. En dat worden straks een keer splinters. Nee. Wat denk je dat dit setje betekent? Als dit setje betekent, daar heb je net zelf gezegd, dit setje betekent ik wil graag naar slam. Wat denk jij dan dat dit setje betekent? Ik wil niet naar slam, maar ik heb deze kleur wel. Nee. Unbalanced? Nee. Munch? Ja. Doei, Annette, wat goed. Ik wil naar de mag ik nog een vraagje tussendoor stellen? Misschien heel dom. Ik heb geen idee wat RKC is. Nee, dat geeft niks. Je kunt de uitzendingen allemaal terugkijken, Annette, op Bridge TV. En ongeveer 5 uitzendingen geleden, of 6 uitzendingen geleden, hebben we het over RKC gehad. En die staan allemaal op de website, keurig onder elkaar. En die uitzending heet Azen Vragen met RKC. Kun je zo een keer terugkijken? Ja. Uurtje en je weet het. Maar Mark, belangrijk om te weten, dit zijn pogingen voor de manche.
Want waarom? Dit zijn pogingen voor slam. En dan hebben we nog de Havinga-conventie. En dan doen we ook nog de Sandsbiedingen. Dat is de Havinga-conventie. En dat is ook een poging voor slam. Maar met iets anders. Oké. Okay. Ja? Maar, Ruud, als mijn partner twee schoppen opent, dan heb ik geen slam aspiraties meer, toch? Heb jij? Nee? Ik heb 19 punten, maximaal. En mijn partner 11. Nee, mijn paard 6 tot 9, toch? 6 tot 9? Ja, ja. Oh ja, sorry. Ja, inderdaad, 6 tot 9. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Ja. En kan het dan niet meer slam zijn, denk jij? Nou ja, het kan wel, maar... Maar waarom is Jan Bosman aan ons gevraagd om mee te doen? Wat voor kaart had Jan de vorige keer? Ik ga hem als laatste en dan gaan we naar de, kijkersvraag of naar de prijsvraag toe. De soort kaart van Jan de vorige keer was een dergelijke kaart. Dus ik heb gast erop kaart. Ja, inderdaad, een behoorlijk gast erop kaart. Dat is wel heel mooi. Ja, ja. Anders is het ook geen slam, Erik. Nee, dat is zo, Ruud. Potverdikke. Ja, potverdikke. Denk jij nu? Ja, Erik, het zijn mooie kaarten. Ja, waarom? Ja, anders bied ik gewoon de manche. Nou, stel je voor. Nou, dit is wel heel mooi. Maar goed, ik heb een schoppen geopend. Jan, ik vind deze een beetje tussenin zitten, hoor, Jan. Maar een maat zegt twee schoppen. Hm. Ja, ja. Ik denk nu dat het slim is, Erik. Ja, nu wel, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik denk ook dat het met minder wel is. Oké. Okay. Ik denk nog dat het wel eens slam is, Erik. Eens? Nou haak ik af, hoor. Al. Waarom dat dan? Nou, ja. Ja. Mijn partner heeft alleen harte aas. Hij heeft gelogen, jongen, bij het leven. Hij heeft maar 4 punten gehad. Ja. Ja. Lekker, hè? Lekker, lekker, lekker. Lekker, en, ja, ja, zeker. Ja. Ach, jongens. 7 schoppen, jongen. Oh, hij heeft die gelogen. Maar ga je dan nu hier op 3 of 4 niveau verder dan? Ja, dat ga ik in jou vragen als laatste vraag. Oh, ik denk dat Jan hem goed doet. Maar ik denk het wel dat de rest het ook wel goed gaat doen. Waar ben je bang voor? Nou, laat me zien. Niemand durft het? Jan ook niet? Hoe bedoel je van waar ben je bang voor? Nou, ik ben bang dat... ik ben het wel eens met Erik. Ik ben bang voor dat de tegenpartij dit heeft. Ja. Ja. Maar dit kan ik vragen aan mijn partner. Ja. Of hij er toevallig eentje heeft. Klopt. Nou, wat is je bod? Inclusief Erik wil ik dat hij het goed heeft. Ja, ik heb hem al laten zien dus. Laat me zien dan. Ja, 4 ruiten. En waar ben je dan bang voor? En dan net, waarom die 3 ruiten? Omdat 3 ruiten is voor de manche en 4 ruiten is voor slam. Hm. Ja, dat is een beetje het hele idee. Geel. Ja. Momentje. Dan gaat hier even iets mis. Ik denk de prijsvraag, hè? Ja. Even nog wat we gezien hebben dus vandaag. Heel snel, een controlebot is bedoeld voor slam. Vertelt iets over de geboden kleur. Vertelt ook iets over een overgeslagen kleur. En het resultaat is dat de tegenpartij niet aasheer kan oprapen in een kleur als we slam zitten. De prijsvraag. Dit was de prijsvraag. Willen we die nog even doen met z'n allen? Zeker. Het staat er natuurlijk al wel naast. Hij staat bijna op het bord die we net gehad hebben. Hè? Ja. Dit is eigenlijk weer het gemene geval van Ruud net. Met deze kaart is het grote risico dat er in schoppen 2 slagen worden opgeraapt. Daar moeten we achter komen, dus niet meteen azen vragen. Eerst even kijken hoe het zit met die controles. En dat doen we door nu 4 klaveren te bieden. Het ontkent een controle in schoppen. Het belooft een controle in klaveren. Veel antwoorden die ik gezien heb waren 4 harten. Dat is echt te voorzichtig met deze kaart. Je hebt zelf maar
16 punten en toch kan het heel makkelijk slam zijn. Harte vrouw en schoppen aas is een beetje al genoeg bij partner en dat zijn maar 6 punten. De mensen die 4 sans bieden met deze kaart, ja, die zullen wel eens in slam terechtkomen. Dat dan gaat omdat schoppen aas hier weg zijn. En de mensen die 4 ruiten bieden, ja, we hebben al een fit. Dus 4 ruiten als een tweede fit is helemaal niet nodig. 4 ruiten is een controle en ontkent een controle en klaver en die hebben we wel. Dus dat is zeker niet het goede antwoord. De prijs. Het boekje Veilig naar Slam is gewonnen door Han Dalmijn uit Haarlem. Han, van harte proficiat. Ik neem van de week contact met je op. En dan komen we bij de slotpagina. De volgende uitzending is over 2 weken op maandag 17 mei. En we gaan het hebben, even weer helemaal terug naar echt de basis, over het doel van het bieden. En dat is kijken hoeveel punten we samen hebben en kijken of we een fit samen hebben en welke speelsoort we daar gaan spelen. Ik dank het panel voor jullie aanwezigheid natuurlijk. Met name de gasten Claudia, Annette en Jan. Ik dank ook de overige panelleden. Ik dank ook iedereen die gekeken heeft. Heeft iemand nog iets te vertellen, te vragen, te zeggen? Nee. Nee? Oh, bedankt allemaal. Tot over 2 weken. Dank je. Dag. Dag.